De overgang van broeierige hitte naar koele zomerweer in Nederland levert vaak spectaculair onweer op. Maar ook veel ongemakken door de rukwinden en de hagelstenen. Maar ook veel regen vaak in korte tijd. Soms valt er zelfs nog meer dan in de hele zomermaand. En dat kan de riolering vaak niet aan. Ongemakken dus door ook overstromingen op sommige plaatsen. Wateroverlast. Nou, die enorme onweersbuien zijn stapelwolken tot zo'n 10 kilometer hoogte, waarin het bovenin erg koud is en de ijs- en vochtdeeltjes tegen elkaar aanschuren. Dan ontstaat er een ladingsverschil en er bouwt zich een enorme spanning op. En als het dan onweert, komt er heel veel energie vrij. Daar kun je wel zo'n 400.000 televisies mee laten draaien als je het op kunt vangen. Maar het meeste gaat verloren aan de hitte. Want een bliksemstraal is 4 keer zo warm als het oppervlakte van de zon en gaat vliegensvlug door de lucht met een enorme snelheid en kan dus snel weer bij je zijn. Binnen 3 seconden zit het al zo'n kilometer van je af en dan is het echt wel te laat. Je moet snel schuilen, binnen 10 seconden moet je al iets gaan opzoeken. Niet onder een boom natuurlijk, want dat is het hoogste punt in het open veld. Wordt ook vaak getroffen. Nee, het beste is om even je auto weer op te zoeken als die in de buurt staat of ergens naar binnen te gaan. Nou, meer tips en ook fabels over onweer vind je op onze website weer.nl.